En die is eraf. En jij ook. Oh, volzien. Ja. Oké, ik ook niet aan. Sledgehammer. Ja, maar hoe jij erin sprong. Kijkers van Gaas Games, hier ben ik weer met een nieuwe video en zoals jullie zien zijn we weer op de Sky Clash. Ik ben hier vandaag samen met Guido en ja, we gaan een paar potjes proberen te winnen. Vorige keer zagen jullie dat ik, ja, hoe het allemaal fout ging. Deze keer ga ik mijn speelstijl veranderen om naar het midden te rushen. Nou, ik dacht het niet. Op het midden. Ja, ik moet natuurlijk die kisten nog looten op het begin. Ja, maar ik heb al een volledig gearsetje dus. Hè? Ja, oké. Maar ik loop achter je. Ik ga je nu voorbij. Miauw. Ja, ik moet zeggen. Oh, een blaze. Lekker. Hop. Oké, ik zie hier gelijk mensen. Ik denk dat ik... Oh jeetje. Ze zijn op twee kanten. Oké, deze gaat stilstaan in een ender chest kijken. Oké, die is neer. En die andere. Jij bent ook al hier gerustig bezig. Hoppakee, kom ik de kill stelen. Zo. Van mij mag je. Ja, dat wordt en hier is, er nog een, hier is er nog één. En die is ook dood. In de bek. Die probeert mijn blaze te killen. Oh shit, ik ben naar beneden gesprongen. Oké, even strength potion rustig drinken voor als er nog meer mensen op het midden komen. Kijk, zo was eigenlijk de bedoeling mensen dat ik op het midden ging staan. En dan nou is Guido er ook bij gelukkig. En dan kun je gewoon rustig de mensen van midden afhouden. Omdat ze meestal ongekeerd naar het midden komen. En als je dan zorgt dat je de eerste bent, kun je hier gewoon mensen klappen geven. Maar goed. Dat ging dus net een paar keer fout. En even kijken, hier kunnen we als het goed is weer een kill oppakken. Jup, die valt er vanaf. We hebben twee kills beneden opgeraapt, kan ik je melden. Oké, hier is nog een team. Ik denk dat ik... Oké, ja, die ga ik pakken. Kom op. Erachteraan. Ze zet hem in de fik. En ik lig eraf. Maar heb ik deze enderpearl voor... Nee, deze enderpearl heb ik niet meer, ja. Jij leeft nog? Ik leef nog. Oké. Ik dacht dat ik een tweeman team aan kon, maar dat ging dus niet zo goed als gepland. En die is eraf. En jij ook. Oké, ik ook niet aan. Sledgehammer. Ja, maar hoe jij erin sprong. Dat is niet leuk hoor. Ja, ik zag jou zo achter die gozer aanspringen. Ergens ingemapt. Het liefst kwam ik gewoon weer te leven. Ja, hè? Ja, dat ging niet werken. Goed, we gaan het gewoon nog een keer proberen. Want, ja. Het ging zo lekker. Het ging echt zo lekker. Het ging goed. We stonden op het midden. We konden gewoon daar mensen weghouden. Ja, en toen kwamen de restjes opruimen. En toen ging het fout, want toen moeten we van het midden af. Maar we hebben nog een kans. Nou, succes. Succes. Ik zie je wel weer op het midden. Ja, is goed. Neem wel een zwaard mee, hè? Nee, ik ben al weg. Ach jeetje, vergeet hij ook weer een zwaard? Ik heb nu al een zwaard, iron sword uit een kist. Oh, nou kijk, dan is het helemaal goed. Dat is gewoon het risico wat ik graag wil nemen, gewoon. Ja, jij neemt gewoon graag het risico dat je niks hebt en dan iets krijgt. Doe ik. Oké, ja, ik ook. Daarom ren ik ook zo snel naar het midden. Maar ik ben nu op het midden. Ik loop echt vlak achter je. Ik heb een ledige eersetje. Yep, ik zie het. En nu moeten we de ender chest hier gaan looten. Waar ze ook mogen zitten. Boven hier. Wat the fuck? Ender chesten? Oh, hier, ik heb er één. Oh, je hebt er eentje, oké. Een ender pearl, heal en een ender dragon. Hey. Een ender dragon? Of een enderman? Nee, ender dragon. Oh, nice. Oké, hier is, kun je nog naar beneden. Waar zijn al die chesten hier, joh? Ja, ik vraag het me ook. Oh, hier staat nog eentje. Jij moet goed kijken, jij, jongen. Diamond body, drie ender. Ah, hier. Hoppa. Een power 2 flame aimbow. Not bad. Holy shit, dat is inderdaad wel een hele sterke boog. Holy shit. Ja, holy shit. Daar staan mensjes. Zullen we erop afgaan? Oh jee, deed jij dat? Je zet mij in. Oh nee, diamond sword, die is weg. Oké, dat is mooi. Wow. Die is ook weg. Heb ik een diamond sword? Nee, jij hebt een diamond sword. Nee, oh hier, okay. Wacht, hier, neem hem hier. Oké. Sharpness 3 zit daarop, man. Doe eens even normaal. Wat? Neem die ook maar meteen. Gek hè, dat mensen zo overpowered zijn. Dat is toch niet meer leuk. Sharpness 3 op een diamond sword. Holy shit. Dat slaat echt helemaal nergens op. Deze lui waarschijnlijk ook weer hierboven, man. Oké, ik kom eraan. Waar ben jij? Oké, ja, ik kom... Kom op. Eentje is dood en die andere is ook dood. Nou heb jij ook een... Ik heb diamond sword met hem rekening. Holy shit. Ik heb een iron sword met Sharpness 2, die is beter nu. Ik heb ook nog een fire respect zwaard, van je kunt switchen, hier. Dat wapen wat jij nu hebt, hè, dat is het gewoon, hè. Dat is gewoon... Oh, hier. Oké. Okay. Oh, weer iemand met een diamond sword. Oh jee, eerst de diamond sword en nou die andere. Hoppakee.
Ik gooi nog een heel bottle Just Be Sure. Oh, achter ons, oh jeetje. Ga al mee vechten. Ja, die sluit zichzelf af daar zo. Ik moet even healen, Oh jeetje, ik gooi mijn goede boog weg. Diamond Body, voor jou hier. Oh, nice. Oh, daar komt die Ender Dragon opeens. Dat is jouw is volgens mij. Yep. Even kijken zo. Even dus de gouden appel eten. Fucking hell. En nou gewoon rustig ons werk weer doen. Waar ben jij heen? Hier naar buiten, man. Hier staat iemand namelijk waar ik achteraan kan. Wat stond er trouwens op jouw diamond sword? Want ik heb er nog één met sharpness 1. Oh, een breaking, maar ik heb er nu ook sharpness 1 op staan. Oké, okay, nice. Leven okay. Maar één persoon, man. Die is hier. Waar zo? Oké, daar. Ik heb mijn legging gepakt, die is nu dood. Oh, ik wou net en de peulen, maar het is niet eens meer nodig. Mensen, deze game hebben we weten te winnen. Dit ging, ja, eigenlijk wel lekker. Mag ik dat zeggen, ja toch? Dat mag je wel zeggen, ja. Werd ook eens tijd. Zo, inderdaad. We hebben de vorige keer natuurlijk heel veel potjes verloren. En ja, toen heeft Guido er één kunnen winnen. En ja, nu winnen we er samen eentje, gelukkig. Ik weet ook dat de tactiek eindelijk heeft gewerkt. Mhm. En ja, flink even geduurd. Dat heeft inderdaad even geduurd, maar het is wel op zich fijn. Alleen dat, ja, ik, zoals ik zei, zoveel mensen spannen opeens met full, met diamond swords en weet ik voor allemaal. Ja, ik weet ook niet waar je die van krijgt, maar ik weet wel dat deze te OP is. Ja, is, je krijgt het al bij Swordsman 8. Ja, maar ja, dan moet je... Ja, en het bestaat al lang, hè? Snap je? Ik weet wel waar ik voor ga. Ja, ik heb Swordsman 5, Berserker 5 en Archer 5, maar ik ga niet meer door met een van de Archer of de Berserker. Dat weet ik wel. Nee, maar Swordsman te halen en het is goed. Ja, inderdaad. Ik heb trouwens echt heel lekker spawn setje. Ik mag niet klagen, om zo te zeggen. Dus ik ga gelijk weer, joe. Ik ging meteen even nog gaan vechten met iemand. Oké, ja, ik ben bijna op het midden nu. Ik ben op het midden, oké. Strength Potion innemen. Ik zie dat er nog iemand op het midden is gekomen. Oh jeetje. Wat heeft die versvoort? What the fuck? Wat? Nou, ja. Ja, is weer gevaarlijk. Nou, hij had een goldsword, maar met ja, sharpness of zo. Dat is waarschijnlijk de goldsword wat ook gewoon 10 attack damage heeft. Ah. Weet je wel? Ja, ik wil eigenlijk ook gewoon dat soort shit als start. Maar ja, daar hebben we te weinig voor gespeeld. Maar tenminste, ik heb het best wel wat gespeeld. Er zit eentje achter je trouwens. Niet één. Twee zelfs. En die andere springt nu ook weer naar beneden. En dan gaan ze met z'n tweeën op jou. Run! ja, daar kon je niks aan doen. Het was gewoon een teampie, ja. Nou, we kunnen gelijk door, dus dat scheelt. Hoppakee. Ik wil winnen. Ja, ik wil ook winnen. Maar ja, helaas. Ik denk dat we maar... zullen we maar weer de slow mode invoeren? Lekker lang. Of met z'n tweeën in ieder geval richting de spawn, want... Anders. Ja, twee richting de span. Is cool. Wel lekker lang. Langzaam. Ja, want meer mensen die aimen natuurlijk voor de span. En ja. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we. Langzaam. Langzaam. Ik rust van kapot hard naar het midden. Oké, ik doe me hier mee. Jij gaat midden. Jij gaat je eigen eiland loot. Ja, dat komt goed. Iron body, nice. En gold leggings en helmpie. Hop. En ik kom achter je aan. Hop, ik heb speed, dus ja, vandaar kan ik heel snel bij jou komen weer. En ik zit nu in dat huisje waar je net doorheen ging. En ben op het midden, zo. Ik moet alleen nog wel even een wapen zien te vinden. Ja, hopelijk vinden we dan het diamond sword. Ik ga beneden. Diamond sword met knockback 2. Oké, dat is al helemaal goed. Eentje komt. Oh, boven? Oh hier. Nee, beneden. Ik ben met hem aan het vechten en ik heb hem. Mooi. Doe gearshare. Oh. Nee. Hoppakee. Zo. Gouden appel moet ik eten heel snel. Jij moet wat gear hebben. Hier, iron body, iron helm. Zo, alsjeblieft. Holy shit. Die kwam even uit het niets. Ja, ook een midrusher, alleen wij waren te snel voor hem. Ja, precies. En dat is dus wat ik wilde bereiken. Als je dan op het midden staat eenmaal, dan ja... Ik heb een sharpness 1 zwaard voor je trouwens, man, iron. Oh ja, maar ik heb knockback. Dan kijk ik soms ook sharpness op als ik... Nou ja. Hier komen mensen. Ja, ik zie ze. Show, heeft een diamond sword, man. Oké, ja. Gewoon slaan met z'n tweeën, is die is eraf. Afgeknockbacked. Oké, die is weg. Jammer van het zwaard. Beneden zit er nog één. Met 4 HP. Hij leeft nog. Oh shit, hier zijn heel veel mensen. Ik zit in de moshpit.
Oh jeetje, nog eentje. Oh, oké, ik leef nog. Ik ga even naar boven toe. Ik heb hier 2 gouden appels voor jou. Ja, ik heb eentje nodig. Drop eentje. Oké, waar ben jij hier? Alsjeblieft, eet op. Oh. Holy shit, dat ging nog net goed. Even kijken, heb ik nog betere gear? Ja, ik heb deze en ik heb deze. Zo. Oh, daar zijn weer mensen. Oh, jeetje. Oh, hij is hierboven. Hij rent hier weg. Gaan we achteraan? Ja, dat gaan we zeker. Hoppakee, eraf dan maar. Oh, wacht, hij heeft een waterstroom geplaatst. Oh, in de bek. Waar? Oh, hier. Oh, shit. Huh? En die is neer. En dan is er nog eentje, maar die staat daar op dat eiland. Oké, kom op. Wegwezen. Oh, hij heeft mij wel in de fik. Komt deze. Die is eraf gewoon ook backed. Hoppa. Oké, even snel gouden appel eten, want ik ben in die vuur. Ik heb geen water. Ik heb wel een nieuwe botte. Hoppatee. Oké, ik heb ook nog een Protection 2 body voor je hier, man. Oh, thanks. Wow. Oké, wow. Dit is weer Walibi hard gaan, dit. Dit is zeker weer hard gaan. Holy shit. Zit voor de rest niks lekkers meer bij. Daar ligt alleen nog een enchanted bone. Daar hebben we niet zoveel. Daar zie ik nog iemand links van ons. Even kijken, ik heb diamond leggings hier. Zo. Hier zat er net één. Oh, die is daarin gegaan. Blokjes, ja. Let's go. Waar is die? En die is eraf. Oh, wauw, ze blaze. Je moet mij nog even een hit geven, verdorie. Nieuwe gouden appel eten dan maar. Het minimum waarop, I guess. Yup. Ja, waar is de rest? Hier, mijn kompas is aan deze kant, hier moet nog een team zitten. Ja, er moet hier dus nog ergens een team zitten. Oh, iemand wel met diamond leggings. Ja, ik heb ook diamond leggings, dus dat komt... Nou, ik niet. Ja, oké. Okay. Maar ik heb ook nog een... Oh, er zitten daar 2 op het eiland ofzo. Nee, dat zijn de laatste 2. Ik heb een enderpearl, man. Oké, jij hebt een enderpearl, maar ik heb er nog geen één. Dus ik kan wel met boog gaan schieten, maar... oh jeetje, ja, eentje straf en die andere die gaat er nu ook. Oh, ik word eraf gegooid. Het is oh nee. Door die mobs eraf. Hij is low. Kom op. En hij valt eraf. Nice. Wauw. Jeetje zeg, we hebben nog een overwinning gemaakt. Dit ging al veel beter dan de vorige aflevering. Mensen, ik wil jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van Sky Clash. Vonden jullie het weer leuk? Doe dan natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. Abonneer even op Duffy Games. En mensen, ik zie jullie weer in de volgende video. Later.